kabinet maakte deze week bekend, dat heb je gelezen, en dan vertel ik het, dat ministeries en rijksdiensten vaker willen gaan verplaatsen. Ze willen gaan verplaatsen naar plekken buiten de Randstad. Want bijna alle ambtenaren werken nu in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht. En dat begrijp je, dat zorgt voor een kloof tussen Randstad en wat ze regio noemen. Toelichting op die plannen is van belang. U had hem erkend, aangeschoven is demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge. Meneer de Jonge, van harte welkom. Beste mensen, hartelijk dank. Ja. We zitten hier vandaag in Utrecht, dat is de Randstad. Had u dat misschien gezien, uw plannen, liever anders gezien? Is dit Randstad? Nee, joh. Utrecht, Randstad. Dit is Randstad. Nou, ik ruik hier nergens PFAS. Wel echt randje Randstad, hoor. Oké, laten we snel tot zaken komen, meneer de Jonge. U wilt dat er meer ambtenaren in de regio gaan werken in plaats van in die Randstad? Ja. Wat we zien is dat het overgrote deel van de Nederlandse ambtenaren werkt in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Maar aan de andere kant bleek er dus ineens nog een heel stuk Nederland te zijn. Ga weg, vertel. Ik zal u heel eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Maar ik weet nog goed, we hadden een meeting in een vergaderruimte op het ministerie. En die vergaderruimte heette, en dan moet ik heel even op mijn speakbriefje kijken, Overijssel. Overijssel. Ja, dus op een gegeven moment vroeg een van mijn ambtenaren, wat is eigenlijk een Overijssel? En wat is een Overijssel? Nou, toen gingen we googlen en dat wist ik dus helemaal niet. Maar daar bleek dus een soort gigantisch braakliggend stuk bouwgrond te zijn waar niks mee gebeurt. Zo. Met alles erop en eraan. Weilanden, slootjes. Nog meer weilanden, nog meer slootjes. Ongelooflijk. Er bleken zelfs mensen te worden. Mensen? Die mensen. Dus die hebben heel voorzichtig benaderd. We zijn heen gereden. We hebben gezegd, gegroet vreemdeling. Wie is uw stamhoofd? Nou. En dat bleek toen heel toevallig Pieter Omtzigt te zijn. Dit meent u niet. Ja. Wij zagen meteen enorm veel potentieel. Ja, er moet veel gebeuren. En ja, we zullen ze schouders eronder moeten zetten. En ja, we zullen ontwikkelingswerk? Ja. Ik zag meteen allerlei kansen om werkgelegenheid te brengen. Zo gaat dat met onderontwikkelde gebieden. Breng je ze de vis of breng je ze de hengel, zodat ze zelf de vis kunnen gaan vangen. Nou, meneer de Jonge, u spreekt over alsof het een totaal achterlijk gebied betreft. Dat hoort u mij niet zeggen. Er wonen ook verschrikkelijk veel mensen met enorm potentieel. Intelligente, getalenteerde mensen. Echt waar? Ja, dat zijn vaak mensen die dan vanuit de Randstad daar naartoe zijn verhuisd. Dus mensen uit de provincie kunnen niks? Nou ja, zo nu en dan experimenteren we wat met mensen uit de provincie. Maar vaak wordt dat een hele grote chaos. Voorbeeld? Ja. Nou, we dachten dit jaar bijvoorbeeld leuk. We sturen ze een jongen uit Friesland naar het Songfestival. Nou, dat hebben we geweten. Meneer de Jonge, u denkt met dit plan de kloof tussen Randstad en provincie, ja, dat die kunt dichten? Dat is heel hard nodig. Die kloof is gigantisch. Hoe gaat u die kloof dan dichten, meneer de Jonge? Er is in theorie eigenlijk maar één manier om die kloof te dichten. We moeten veel en veel meer en vaker naar elkaar gaan luisteren. Maar dat is in de praktijk natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom? Nou, zie maar eens een gesprek aan te knopen met iemand uit Klazinaveen. Daar kun je prima een kwartier naar luisteren, maar je verstaat er natuurlijk helemaal geen ene reet van. En u denkt wel dat het helpt die kloof te dichten als er een paar ambtenaren, weet ik veel, in de Achterhoek in een kantoortje Excel-sheets gaan lopen invullen? Dat zal niet zo snel gaan gebeuren. We gaan niet zomaar een ICT-afdeling verplaatsen naar de Achterhoek. Dat ligt veel te complex. Waarom ligt dat te complex? Heel simpel. Alle toetsenborden bij de computer zouden aangepast moeten worden op de Achterhoek. Waarom dan? Nou, niemand blijkt daar klinkers te gebruiken. Dus dan zouden we speciaal toetsenborden zonder klinkers moeten maken. Wat gaat u dan doen? We zijn nu een paar maanden met een team van ambtenaren aan het onderzoeken of het mogelijk is om een paar papierversnipperaars te verplaatsen van Den Haag naar Raalte. En laat me raden, dat ligt ook complex. Ligt complex, ja. Nou, die moeten bediend worden. Dus daar leiden we nu een groepje ambtenaren voor het bedienen van een papierversnipperaar. Meer aan het werk in die omstandigheden. Waar verkopen ze havermelk? Hoe lang moet je het kraanwater koken? Dat soort dingen. U heeft zelf binnenkort geen werk, want er komt een nieuw kabinet. Gaat u zelf ook in de provincie werken? Nee, zeg. Misschien als daar na 30 jaar pionieren schoenenwinkels zijn die Delfts blauwe puntschoenen verkopen. Dan gaat deze jongen meteen die kant op. Maar tot die tijd blijf ik in het bastion van de goede smaak. Er is nog veel werk te verrichten om die kloof zo dicht als ik zo hoor. Meneer de Jonge, ik dank u wel voor uw komst. Hugo de Jonge.